Het is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden, want een aantal video's geleden heb ik de 10.000 trofeeën gehaald. Maar ik ben gewoon bad, boem, pauw, door aan het pushen en we hebben momenteel bijna de 11.000. Dat is zo nice. Ik ben vooral met de knokkers die jullie bovenin zien wezen pushen. En nu de laatste tijd ben ik een beetje aan het pushen met Spike en Sandy. Dat zijn natuurlijk twee legendarische knokkers. En ik wil die knokkers ook naar rank level 20 krijgen. Want dat zijn dan mijn eerste legendarische knokkers die ik dan kan upgraden naar rank level 20. Maar de laatste paar potjes ben ik met Sandy aan het spelen. En wat is Sandy overpowered? Het is echt ongekend. Ik zal het even laten zien. Gevechtslog. Eerste, derde, tweede, tweede, vijfde, derde. Nou, dat valt dan tegen. Maar dan eerste. Hier. Oh, dit was met Piper. Dus vanaf hier hebben we met Sandy gespeeld. Check dat hoe super goed dat allemaal is gegaan. En ik dacht, ja, ik wil toch even het moment opnemen dat we de 11.000 trofeeën gaan halen. Krijgen we volgens mij ook wat coins als reward. Hoeveel krijgen we? 300 coins. Dat is chill meegenomen. Dus dat krijgen we ook. En we gaan kijken of we dan nu nog een victory kunnen halen met Sandy. Zou mooi zijn. Maar let's go. En vergeet natuurlijk even niet dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes zou heel nice zijn. En abonneer je natuurlijk. Maar laten we maar beginnen. Met Sandy is het wel belangrijk dat je niet te aanvallend speelt. Maar van een beetje middelafstand is dit echt de beste knokker die er bestaat. Dat is echt niet normaal. Want je doet redelijk snel damage achter elkaar. Zat daar trouwens iemand? Nee, daar zat niemand. Even checken voor de zekerheid. En je kan van best wel spare damage doen. En hij doet echt in zo'n soort van flow wat Paco ook heeft. Het is gewoon een erg chille aanval wat hij heeft. In ieder geval, tot nu toe gaat het echt perfect. Elk potje gaat gewoon lekker. Maar ik zie hier niet echt meer doosjes die ik kan openen. Maar ik kan hier even kijken of we wat hits kunnen doen. Want die special van Sandy is ook nog eens super chill. Als je denkt, het kan niet chillen. Oh, ik moet hier even uitkijken. Oh, yo. Die special van Rico, die killde me echt bijna. Maar we kunnen nu misschien Rico killen. Yes. Dat is gelukt. Oh, dan moet ik even uitkijken. Ah, oeh. Dat ging bijna fout, maar ik heb een krachtpunt gevonden. Daar zit nog een boom. Ja. Wat zou ik doen? Ik moet wel even uitkijken. Want die kan mij eventueel wel killen. Maar als ik een beetje rustig speel vanaf afstand, moet dat wel te doen zijn. En ondertussen ga ik mooi die kist hier openen. Oh, nice. Dan kunnen we deze openen. We hebben nu 4 krachtpunten. Met nog 5 knokkers open. En oh shit. Hier lagen nog natuurlijk die bommen. Eigenlijk moet je dat onthouden. Maar even kijken of we die nu kunnen killen. En hoppatee. Zo OP is Sandy dus. Maar 5 krachtpunten. Er zijn nog 4 over. We zouden misschien dit potje al kunnen winnen. Waar zijn die anderen? Daar is een boom. Daar. Oh, daar zijn die anderen. Even kijken of we die misschien kunnen killen. Oh, ja. Dat gaat denk ik wel goed komen. Oeh, ja, is wel een beetje balen. Ik moest die krachtpunten laten liggen. Maar dat betekent dat die boom nu in één keer ook 4 krachtpunten heeft. Nou ja, wat wil je? Teamen tegen één boel? Dat vind ik een beetje onzin. Oké, nou, als jij via die kant gaat, ga ik via deze kant. Het is eigenlijk wel een beetje zielig. Maar dan kunnen we die boel alsnog zo killen. Ja, die is nu dood. En dan ga ik binnen. Lol, zo makkelijk. 2 vingers in de neus. Sandy is zo overpowered. Lekker, hoor. En dat betekent dat we volgens mij nu nog maar 5 punten nodig hebben. En we hebben de 11.000. Ja, inderdaad. Oh, dat is echt nice. Ik heb een beetje uitgerekend. Als je alle knokkers hebt en je hebt ze allemaal ongeveer rank 20, dan heb je in totaal 14 of 14.500 trofeeën. Dus dat is best wel veel, maar ik zit daar al dus redelijk bij in de buurt. We moeten natuurlijk nog best wel wat knokkers upgraden, maar we gaan de goede kant op. Maar laten we nu nog maar even een potje spelen met Sandy. Hopelijk gaat hij net zo goed. En ik zag trouwens dat ik nog 2 blauwe doosjes heb. Die gaan we zo ook nog even openen. Misschien met een beetje mazzel dat we een upgrade uit kunnen halen. Daar is Nita. En Nita is natuurlijk ook een sterke knokker. Wat zou ik doen? Zou ik wel gewoon proberen die 2 doosjes te openen? Ja, Nita, die is daar ook bezig. Nog 1 hit en we hebben die doosjes. Kunnen we even kijken of die Nita misschien... Ah, shit. Nu heeft die Nita ze. Kom op. Dynamite, waarom doe je geen hit? Die Dynamite, die kan hem... Die kon hem... Of die kon hem makkelijk killen. Maar die laat hem gewoon weglopen. Ah, ik weet niet waar die mee bezig was, maar dat sloeg echt helemaal nergens op. Kunnen in ieder geval even wat hits doen op die El Primo. Moet ik niet te dichtbij komen, want dat is dan ook weer gevaarlijk. Maar ik heb in ieder geval mijn special, dus dat is wel chill. Maar het is niet echt het beste begin wat je kan wensen. Want ik heb nog geen 1 krachtpunt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we dit meteen gaan verliezen. Er zijn nog 7 knokkers over. Ik zie dat daar een krachtpunt ligt. Oh lol, waarom pakt hij die niet? Dat was dom van hem.
En deze kunnen we nu killen ook. Oh, die wordt al gekild. Hebben we toch nog 3 krachtpunten. Haha, nice. Oké, dat is wel prima. Die Piper, dat was bijna een schotraak. Maar er zijn nog 5 knokjes over. En we zitten er gewoon weer nog steeds in. Dus het zou zomaar kunnen. Zou ik mijn specials inzetten? Ik zet mijn specials in. Gaan we eens kijken of we die Piper kunnen killen. Bam, bam, bam. Hoppatee. Oei. Hiervoor moet ik nu wel even uitkijken. Ah, help, nee. Oh, shit. Ik zag die kogel naar me toe komen, maar ik kon hem net niet meer ontwijken. Maar we zijn nu derde geworden. En dat betekent dat we plus 6 hebben. En dan hebben we nu officieel de 11.000 punten. Nice, jongen. Dat is echt super sick. Wat lijkt nu al de 11.000 op naar de 12.000. Dan krijg je in ieder geval weer een megadoos. Dat vind ik een leukere reward dan 300 coins. Alleen is 300 coins natuurlijk chill meegenomen. Maar op dit moment heb ik gewoon 6.500 coins. Alleen ik kan niet echt upgrades doen. Dus dat is jammer. Maar we hebben 2 blauwe doosjes. Misschien met een beetje mazzel dat we nog een upgrade kunnen doen. Verwacht het niet. En anders kunnen we natuurlijk ook altijd dingen kopen in de store. Om met die dingen upgrades te doen. Maar inderdaad, geen upgrade hier. Dan gaan we even naar de store. Ik kan voor 900 coins. Kan ik El Primo naar kracht level 9 krijgen. Oei, dat is echt niet normaal. Of ik kan voor 550 kan ik Carol upgraden. Maar ik heb momenteel vies veel coins. Dus ik heb een keertje scheid. Ik doe het gewoon ook omdat ik de 11.000 trofee heb gehaald. El Primo 900. In één keer, wat? Kunnen we hem upgraden naar kracht level 9? Dan ben ik in één keer wel vet veel coins kwijt. Dit ga ik ook niet veel vaker doen. Maar ik wou het nu gewoon een keer doen. En dan kan ik eventueel zijn ster power kracht of zo kan ik vrijspelen. Dus die kan ik eventueel nu uit een doos krijgen. Oh, wat is dit nice. Mijn tweede knokker, kracht level 9. Nu moet ik dus nog één van die powers krijgen. Maar we kunnen ook nog even één potje spelen met El Primo. Ja, weet je, als we nu toch bezig zijn. Alleen is het niet echt de beste map voor El Primo. Of zullen we uitschakeling doen? Maar uitschakeling is denk ik ook niet heel chill met El Primo. Maar weet je wat? We proberen het gewoon. Gewoon één potje solo. Één potje even kijken. Kracht level 9. El Primo. Kijken hoe dat gaat. Kijken hoe dat gaat. Ik hoop echt dat ik binnenkort al zo'n power van hem kan krijgen. Want die... Ja, dat is zo fout. Ik vind El Primo al heel chill. Moet je nagaan hoe goed die zo meteen is. Oh nice. Daar liggen ook nog 2 dozen die ik kan openen. Daar hebben we wel meteen 4 krachtpunten. En El Primo is uit zichzelf al heel sterk. Dus moet je nagaan hoe sterk die zo meteen is. Deze nog even openen. En dan ga ik gewoon een beetje naar het midden. En dan probeer ik vanuit het midden in de bosjes te spelen. Alleen is een tik natuurlijk wel gevaarlijk. Maar ik... Oh shit. Daar is nog een tik. Maar we kunnen deze even openen. Dat doe ik dan ook even. Heb ik hem nu gepakt? Nee, ik heb hem nu niet gepakt. Oh, dat is een beetje dom. Maar nu wel. We hebben nu 5 krachtpunten. Die tik, die laat ik daar mooi zijn gang gaan. Oh lol. Oh, ik dacht die kon ik wel hebben. Maar dat helaas niet. Maar ik moet even die tik zorgen dat die weggaat. Als we die dan een beetje hebben ontweken. Dan kunnen we naar het midden en dan gaan we vanuit hier spelen. Oké, dat is nu dus gelukt. Daar is nog een Daryl. Kunnen we even kijken. Ja, deze kunnen we nu killen. Nice. Kijk, dat is het chillen als je een beetje vanuit de bosjes kan werken. En dit gaat sowieso goed dit potje. Want we hebben 6 krachtpunten. Alleen die tik is een beetje irritant. Die vind ik echt scheid irritant. Maar, oh, er zijn overal tiks. Wat is dit? We kunnen misschien die killen. We hebben wel bijna mijn special, dus het zou misschien kunnen. Even zo, en dan in één keer die kant op. En dan kunnen we kijken of we kunnen killen. Ah! Oh, come on! Ja, nice. Ondanks dat hij zijn special had ingezet, killde ik hem alsnog. En ik heb bijna weer mijn special. Zijn er nu nog 2 tiks over? Oh, wat gaat dit potje trouwens lekker? Nee, er is nog 1 tik over. Maar er is ook nog zo'n andere. Ik wacht even tot zijn special weg is, want die gaat nu kapot. Yes, en dan komen we nu tevoorschijn. Even kijken of hem... Ah, ja. Hij gaat de hele tijd weg. Oké, dit is wel een beetje irritant. Maar in principe moet ik dit kunnen uitspelen, zou je toch denken. We kunnen even kijken of die kapot kunnen maken. Yes. En dan moeten we even uitkijken. Als die tik nu op mij was gegaan, was ik echt fuck geweest. Maar hij gaat daar eerst op die kerel in de hoek. Dat is op zich ook wel chill. Maar ik wil even 1 hit doen. Dan kan ik in ieder geval mijn special inzetten. Maar we kunnen even naar die tik gaan. Oké, die tik gaan we even... Oh, nee. Oké, nu mijn special. Boom, oké. Dan heb ik in ieder geval deze. Ah, nee. Die tik mag niet winnen. Oh, gelukkig. Oh, dat scheelt helemaal niks. Maar 1 potje met El Primo. En we hebben ook meteen weer een victory. Althans, dit is wel een lekkere video op deze manier. Gaat allemaal dikke prima. Het gaat allemaal goed. Dus dat is allemaal lekker. Dan hebben we nu...
11.011. Oh, dat vind ik wel een mooi getal om mee af te sluiten. Eigenlijk moeten we 1111 hebben. Dat is helemaal nice. Maar dat was het voor deze video. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet van zal dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!